Het is jammer dat ik geen camera meegenomen heb. Nou, wat ik net vroeg aan hem is, dat hij heeft dus nu met een architect, maar het is ook wat hij zelf zegt, een religieus iemand, officiële tekeningen moeten laten maken. Dat kost ook een hoop geld, zei hij. Maar vooral om het te legaliseren. Dus het is een officiële... staat er ook op. Legalisation, de kathedraal. In de provincie Hurlput, in Santa Rosa, esquina de Calle de Gaudi, Mejorada del Campo, Madrid. Nou, die tekeningen kan ik het nog zien, schaal 100, wanneer zijn die gemaakt? Er staat geen datum op, maar die moeten dus van dit voorjaar geweest zijn. Tja. Het is jammer dat het verhaal niet meer is. Ik moet wel even rennen. Ja, leg eens uit wat je wil gaan zeggen. Ja, dit is dus eigenlijk wat ze hier noemen het, de claustro. Hè. Dus dit is de tuin waar je straks rond kunt gaan. Geweldig, echt. Ik weet niet of je er nog kan herinneren van die vorige reportage. Is dat die allemaal van plan was hier. Er zou een bibliotheek komen en een huisje hierachter wat al deels een beetje in gebruik was van... Toen, overigens heeft hier een jongen, een kamper, een beeldhouwer, heeft hier zijn praktijk gedaan, een half jaar. Die heeft onder andere die koppen gemaakt die er nu staan van de apostelen. Die staan dus nu overigens net opgesteld, dat is van het voorjaar ook nog niet. Maar goed, dus dat had het huisje en daar had hij nog een hele ruimte waar hij wilde ook iets doen voor ouderen. Dat zou hier aan de rechterkant komen. Maar wat ik zo bijzonder vind, dat is die ruimte die hier... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet de functie daarvan. Het is een beetje een soort cryptachtige sfeer, maar dat vind ik zo verschrikkelijk mooi van atmosfeer. Dan moet je echt even inlopen. Het is niet helemaal niks gedaan. En overigens heb ik zo'n kop van hun cadeau gehad. Die staat bij mij nu in de tuin. De laatste keer dat ik hier was met studenten, dus de laatste reis geweest die ik gemaakt heb, toen hadden wij een student in het vuurrood gehad, mooie meid. En er werd op slag dat hij transformeerde. Dus ik zag die vrouw en toen kwam hij, zei hij, op een moment hoor, toen liep hij weg en toen kwam hij met zo'n kop terug. En die gaf hij aan haar. Ja, het Spaanse meisje natuurlijk alles van perfect. Dus ik had een beetje moeite om in te schatten of het ding echt... Of zijn die echt kreeg?
voor dat gat kijk. Zeg het nog eens. Wat ik je wilde laten zien is een breiwerk. Gewoon echt alsof je met textiel iets opgebouwd heeft, maar dan alleen in staal. Dat zit hieronder, onder deze vloer. Maar als je nou hier omhoog kijkt en je geeft jezelf even de tijd om echt te zien wat daar gebeurt, of wat er aanwezig is, ja, dan is het zo extreem natuurlijk. Het is allemaal sloopmateriaal, het is allemaal restanten van iets anders. Dat clustert hij. Dat zijn emmertjes, hè? Het is echt ongelooflijk. Maar het mooie is, als je nou dat nou weer wegdenkt en je kijkt puur naar de vorm, dan gaat het ook nog een keer over vorm. Hè? Dat is een prachtige, dat gat wat erin zit. Het is een prachtig ding. En het mooiste, als je er doorheen kijkt, dan zie je dus dat hele wonderlijke torentje met die al die plastic vuilnis emmers als een soort microfoons of luidsprekers. Megafoons zijn het, ja. Geweldig is dat. Het gaat ook nog een keer. Eigenlijk gaat het continu over vorm en over ruimte. Dat is vooral de manier waarop die man dat doet. En ik vertelde net dat ik hier een paar jaar geleden ben geweest met 40 aannemers. Ik wilde het echt aannemers laten zien. En die werden gek. Hoe kan dat? Mag dat? En ik wil jullie die ruimte naar onder laten zien. Dat vind ik een ode aan de riool. Dus die ruimte die daar beneden ziet. Het is een soort schipperruimte. Het is een soort sfeer, zo'n schip. Het is ook nog beeld aan. Het is echt. En hier kan je het mooi zien. Die dubbele gewaagdheid van die koepel. Het is een buitenste schip en een binnenste schip. Maar het is eigenlijk zo. Met Joop Bulskamp ben geweest. En samen met Henk de Haan, en die is dus een architect, een heel bekwaam iemand ook. Die gingen gelijk die kerk meten. En die zeiden van ja, maar het is ook een keer zuiver van maat. Dat kan natuurlijk allemaal onbewust. Dat is wel leuk, maar. Nee, hij kan gewoon zeggen: ik neem die maat aan. Ja. Weet je, ik kan bijvoorbeeld intuïtief een bepaalde opvatting terugvinden. Op meen je gaat meten, daar ziet nog een beetje uit. Die mag het in de verplichting. Ja, maar volgens Joop zijn het dus allemaal maten die. Ja, ik ga het vragen. Maar ik weet dat hij wat de kondig is. Het is niet te mogen. Dat is een stuk. Naar beneden door het verhaal. Spant, dat kan je ook zien in het hele systeem, testremier, maakt hij dus die spantjes zwaarder. Ja, het is, klopt wel allemaal. Ja, ik wil het nu klopt wel, ja. Heb je al die documentaire gezien van Don Sergio, die maar die zelf een auto gemaakt heeft? Ja, maar nou je het vertelt, ik wou een keer dat is ook toen uitgesloten van Nationaal Geographic, die documentaire. En ik wou een keertje dat het samen ging, Don Justo en Don Sergio. Dat is ook zo'n soort. Ik weet wel, die Nederlandse jongen die van houten helemaal, nee, die auto. En die dat ding wat ook hout is. Don Sergio is een man die altijd een uitvinder was. En zijn vrouw zei, we werken dag en nacht door. En wou ook een keer zelf een helikopter maken. Heb je een auto gemaakt? Als je ziet, jongens, niet te geloven, het ziet er niet uit. En het rijdt er echt een landbouwmotortje in zitten, zo van één cilindertje, weet je. En dan trekt hij heel, ja, ik weet niet meer, Bolivia of zo weer door. Over bergpassen heen.
Dus mannetje, dat is zo'n schat ook. Een klein Indiaantje, jongen. Daar hebben ze een documentaire van gemaakt. En dat moet je eens een keer zien. Ja, en Ruudje denkt het dan goed toch. Dus hij heeft ook een koppeling. Hij stuurt met één been, maar hij heeft altijd blote voeten met een touwtje, weet je wel. En het is ongelooflijk. Maar het rijdt, het jongen. Werkt, het ja. werkt, jongen. Dus ja, dat is ook zoiets. Eens kijken of we daar door kunnen. Hoe is het hier binnen? Nou, hier binnen ruikt erg naar verf. Ik kan hier nog niet, alles was oranje. Het is nu allemaal blauw. Autobouwer kunnen gebruiken als de wielen voor zijn auto. Fantastisch, hè? Een betonnen kerstkrans. Om zo je tanden in te zetten. Maar dit is wat ik ruik, is die. Hij prepareert kennelijk al het metaal. Aan de betonlijst. Het verft die? Ja, nou, ik weet niet of het is een soort mening die ik niet ken. Het zal geen gewone verf zijn. Ja, of misschien een grondverf, maar het valt me op dat hij dus die staven ook allemaal doet. Nou ja, gedeeltelijk. Alleen dat eerste stukje. Ja, of het is misschien toch ook gewoon per ongeluk omdat het er ligt. Maar dit is een wonderlijk ding, hè? Dus helemaal dit, hoe heet dat? Die kantelen boven aan die pilaren? Ja, dat heeft, kan je dat herinneren? Dat deed hij met een autoband. Ja. En die autoband die hebben wij na dus 14 jaar geleden die hebben we neergelegd. En daar heb ik jarenlang plezier van gehad, want dat ding bleef daar gewoon liggen. Ja. Alleen sinds een jaar of 3, 4 is die weg. Nou, en dit moet, zal hij ook een soort mal voor een hebben. Een soort mal, voor de kijkers aan de onderkant is hij plat, dus hij is op de grond gemaakt. Een toiletpot wat ineens midden in een ruimte stond. Dat is hier achter. Dan kunnen we misschien nog via de kerk. Maar hier stond toch ook een woonhuis naast? Ja, nou, dat staat daar weer naast. Hiernaast dan nog weer. Dit is voor mij ook nieuw. Er zit nog een achter, ja. Staat nog een achteruitgang. En dan kom je bij dat huis, ja, bij de buren. Het laten zien. Dus die was altijd. Hij kwam ook altijd als laatste in de bus, mede om die reden, want hij moest natuurlijk altijd nog even de goede foto maken. Dus een beetje links, een beetje rechts. En die architectuurfotografie is natuurlijk ook iets, toch wel heel specifieks. Ja. Maar ja, die werkelijkheid was gewoon een hele andere werkelijkheid. Want er stond ineens een lantaarnpaal een halve meter verderop, of een vuilnisbak, of die stond natuurlijk niet op die dia. Nee. Dat heeft me altijd ontzettend bezig gehouden. Ja. Toen zei ik, maar daar moet je niet boos over zijn. Ik zeg, het meisje ervaart dat hier anders dan. Dat is precies. Gewoon een kwestie, dan moeten we maar even een beetje beter kijken. Ja. Maar dat is de interpretatie van eigenlijk iets wat dood is.
Weet je, je gaat, iedereen interpreteert het dan op zijn manier. En zij heeft een heel andere beleving dan wat zelf de dia ziet. Hè? Nou ja, zo'n dia maakt het natuurlijk, hoe je gebruikt met het woord dood. Maar je moet dus inderdaad ook oppassen dat je... Nou, dood in die... Dat droomt natuurlijk elke architect van. Wat je nou ziet, is dat die hele constructie, die enorme zware balken, die liggen dus op daar aan de rechterkant weer op andere stalen profiel. En die worden opgetild door een paar stukjes betonnij. Dus met andere woorden, het lijkt net alsof je het heeft laten zweven of zo. Hè? Een zwevend plafond. Ja, maar misschien wat, dat zegt Karel, wat enorm gewicht erop ligt. Vast te krijgen aan die twee uiteinden van die andere bal, dat doet hij dus heel simpel om daar gewoon hele zware stukken betonijzer onder te leggen. Nou, dat wordt een beetje vastgelast. Wij hopen met z'n allen dat dit constructief oké is, om het maar. Even een beetje... Maar wat denk jij? Nou ja, het feit dat er zo'n vloer op ligt met zoveel gewicht en het blijft allemaal hangen. En verderop, achterin links, wordt het nog mooier. En dat is natuurlijk, je moet echt jezelf dwingen om ernaar te kijken. Dus je moet het op sporen. En dan gaat het gewoon... Gaat het over dan? Ja, gaat het weg, maar... Ook hier, op die stukken beton die er nog zitten. Dat dit allemaal al bouwen op ideeën komt. Dat kan niet anders. Hij zit niet van het voordeel in het plannen. Nee, dat denk ik inderdaad. Nee, dat is gewoon al van de situatie het oproept. Denkt hij er iets? Het is zo. Dat zou niet van werken. Want in het begin is die ziel al. Als we het wel weten, dan denk ik wel wat. Een eilandje binnen in de gek. Een spiritueel eiland. Midden in een menselijke waanzin. Een collega die zei, ja ik ga niet 2 jaar achter elkaar met die studenten naar Ik zeg, ik jij het nou voor de tweede of de derde keer ziet? Ik zeg, mensen zien het weer voor meer. Als je iedere dag lekker een brood eet, vind je het altijd lekker. Nee, maar dat is wel gewoon niet. Maar los ervan, hè. Dus wat ik me aangeleerd, hè. Deze nieuws zijn anders. Nee, en je kijkt gewoon. Ja, anders, ja. En dan denk je, god, ik heb bijvoorbeeld, ja, moet je zien. Dat Die hebben nog overloopt.
Maar ze eerst, je moet geld hebben hoor. En twee met de dag kon je niet wel willen. Het gaat om water bestraffen door voedsel. Zelfs hier die rook van binnen eruit. Ja. Ja. Huh? En dan weer aan de andere kant kijken gaan. Ja. De kernvraag die ons gesteld hebben is het moment waarop hij besloten heeft, gedacht heeft, ik ga die kerk bouwen. Het is een curioso dat voor zover het Milura. Voor de kerk besteed. Yo lo he hecho, yo he tenido ya, el haber venido a este mundo y ver esta luz, ahora que lo he conduplado, pues yo pienso mucho que tengo que ser agradecido al Creador. Y hay que buscar a un solo Dios, el ser de Israel. El verdadero, solamente hay uno, ¿eh? Y a ese, en ese estoy yo. Y yo quiero todo lo que tenemos para él. Porque mi madre me ha enseñado a amar la iglesia. ¿Entiendes? Pues que todo lo que tengo, todo mi patrimonio y donde yo me muevo es para los hombres. Zeg niet eens precies wat je broer doet hoor. Ik heb wel twee keer gezegd. Hij zei, ik doe alles voor de kleding hoor. Las formas. No? Las medidas. Sí. Usted, ¿dónde sacó la idea? ¿Hizo un estudio? Yo no escribo, no escribo papeles. Lo pienso y luego las medidas, doy las medidas, la proporción. Y cuando voy para arriba ya doy armonía a proporción del ancho. Doy proporción. No. Porque, por ejemplo, yo no escribo nada. Llegando a 20 o 40 metros de longitud. Claro que nada. ¿Esto lo pensó antes? Sí, todo tiene. Cesta pequeña. Según la materia, hay que dar proporción. O grande, si hay mucho volumen, o pequeño. Hay que proporcionar, ¿eh?
Pero esto, ¿usted lo hace de intuición? Bueno, pues quizá no lo he estudiado, sí. ¿Lo he hecho ningún...? No, yo no escribo nada, yo no escribo nada. ¿Lo hizo un...? No, 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 que no, que no, que no. ¿Un pre-estudio en una biblioteca de plan? No, 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 yo no tengo oficina, yo no tengo oficina. Pero inconscientemente a lo mejor se inspiró lo que había visto antes, ¿no? Sí. Sí. Le da más, más realce. Entonces, según va construyendo... Ángel ha visto pasar una espada al corazón, pero que es del enamorado del creador, en amor. Y la Virgen María, más. ¿Usted se siente identificado con San Juan de la Cruz? Sí, sigo, le sigo mucho también. Porque hay contradicciones que tuvo él también, le dieron preso. Sí. Tuvo preso. Sí, en la pluma. No soy intelectual. Siento, soy un hombre práctico. Yo estudio, no, a mí me aburre el estudio. Yo lo que me da el señor aspirado, eso es lo que me llena, es que lo otro aburre. Lo que se estudia en libros, te abruma. Sí. Te abruma. Lo otro no. Entonces, ¿a usted siempre le dio bien hacer, construir cositas? ¿Ha hecho más cosas? Ha hecho cosas. También, cuando usted estuvo, ¿cómo se llama? En el convento. En el convento. Sí, sí, ha hecho cosas. Siempre, estamos sobre eso. Buscar todo lo grande, todo eso se lo merece todo. Siempre, todo es ideal. Mamá me dice los angelios, me dice que son... Yo me he metido con el acuario, en la Coca-Cola, hombre, y se saca dinero, ¿eh? A lo mejor cada domingo 1000 euros, entre sábado y domingo 1000 euros, pues te ayuda a pagar y a comprar, claro, sí. ¿Eh? Y luego ahora me lavan, luego me dan la contra y me quieren llevar un monte y clavarme, me clavan, me dejo clavar.
Usted se tiene que mover con él, eso es gracia. La gracia es que un hombre sea flexible. Y entonces, la divina providencia viene. Evitar el pecado, claro. Recibir a Cristo en la Eucaristía. Y luego moverse por su inspiración. Hay en el Kempis usted lo conoce. Tomás de Kempis es un alemán que escribió un librito que se llama el Kempis. Lo conoce. Tiene unas oraciones y dice, alúmbrame, buen Jesús, con la claridad de la luz interior y quita de mi corazón toda tiniebla. Hay que hacerlo, hay que ser. Hay como Jesús. Puro. Y si no, no subes al monte. No subes al monte. Dice dos cosas. Usted sabe que hay una festividad de los santos el día 1 de noviembre, ¿no? Santo. En el Evangelio, aparte que son bienaventuranzas luego el Evangelio, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? El de manos inocentes y puro corazón. Otro. Eso es natural, pero no... No es bueno como un candidato, no es un candidato. Uy, soy muy malo.
Nou, zullen we het nu doen? Hij wil even stoppen, denk ik. Ja, zullen we het later terugkomen? Sorry. Volgens mij was het daar een paar op het signaal hoor. Kerstkaart maken, commercieel.
lopen eigenlijk. Heel dat goed. Ja, voor heel veel mensen. Ja, in principe geven ze een paar euro's. Maar als je nou kijkt, Spanje heeft al jarenlang heel laag geboortecijfers. Ja. Nederland heeft een laag geboortecijfers, die steeds daar. Maar als je het hebt over de natuur, ja, zie je dus in de westerse maatschappij. Je ziet dat dus inderdaad. Dat staat hetzelfde. Helemaal af. Het is een reguleerde kracht die recht op een aardige tussenpunt. Ik heb al een paar keer in nog, ik vind het wel duidelijk. Ja, maar het is natuurlijk leuk wat Willem hier doet. Kijk. Hey. Het valt wel mee.
Binnen de kathedraal uit vroeger te filmen. Drie camera's zijn nu op volle toer aan de snorren. Om dus, laten we zeggen, door goesten te filmen.